uit de keuken met krenten, rozijnen. Nee, toch? En sucade zelf afpakken, verplicht zelf afpakken. De suiker komt straks. Speciaal gemaakt door Leenert in deze gevangenis. Hartstikke gratis, buiten hartstikke duur. Zelf afpakken. Zelf afpakken. Kijk eens, Faber. Extra lekker toetje. Speciaal voor oud en nieuw. Echte Hollandse oliebol. Eet smakelijk. Ik zal het proberen. Ik eet de hele dag oliebollen. Oliebollen bij het ontbijt. Oliebollen brood. En nou weer oliebollen toe. Nee, alleen dat komt toevallig een partijtje oliebollen mee op de kop tikken. Zodoende. Oh ja? Daar ben ik mooi klaar mee. Ik lus helemaal geen oliebollen. Nou, dan zal vanavond de soep er ook wel niet in gaan. Nee, dat is de kleine witte scheidlijster. Kom voor in de Vorgese. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Prima. Ik wou het volgende zeggen. Allereerst heb ik jullie laten komen als vertegenwoordigers van jullie afdelingen. Wij vieren vandaag oud en nieuw. Ja, dat kunnen we merken. We krijgen al 2 dagen die mislukte oliebollen van Wiebe te vreten, man. Wat is er mis met mijn bollen? Wat doe je nou in die dingen? Doe je het zeg in krenten? Dooie vliegen? Alsjeblieft, geen ruzie maken. Ik maak geen ruzie maken. Alsjeblieft. Nou, dank je vriendelijk. Wat is, Broes, volgens jou de ware bedoeling van oud en nieuw? Dat er weer een jaar voorbij is. Inderdaad, ook, ja. Maar waar denk je nog meer aan? Vuurwerk afsteken. Vuurwerk afsteken. Michels afschieten. Ah, zalig einde, goed begin. Vuurwerk afsteken op Michels. Dan moet je er alsjeblieft niet mee. Natte zoenen. Ja, ik had een tante, die gaf altijd van die natte zoenen. In Alkmaar. Want daar vierden we altijd oud en nieuw. Bij mijn opoe. En luister, toch, fijn mens. Het interesseert me ons geen pest hoe nat jouw familie is. Hoe nat ze zoenen. En waar ze vandaan komen. Uit Enkhuizenhaven of Schiedammerhaven. Of als ik ze een kaartje wil sturen, dan geef ik die kaart bij jou mee, oké? Oh, dankjewel, vader. Waar associëren jongens als wij in hun eenzaamheid oude jaar mee? Weet ik niet, hoor. Hij weet het niet. Drank! Drank? Drank, natuurlijk. Ja. Kijk, wij, Rozeboom, ik en Top. Ik stond op de uitkijk. Stond op de uitkijk. Ja. Wij, met oude jaar is iedereen lam. Zat. Als een maleier. Maleier? Ja, dat heb ik trouwens altijd als een keer willen vragen, tja. Drinken die dan zoveel, die maleiers? Dit is een illegale bijeenkomst. Niemand weet het. Kunnen we doorgaan? Ik heb geen tijd. Sorry, ik vroeg alleen maar. Ja, nee, dank u vriendelijk. Dank u vriendelijk. Wat doen we nou hier, Faber? Wij gaan hier wijn proeven. Wijn proeven? Ja, wijn proeven. Wiebe, ik en Tol. Wij hebben uit liefde voor onze medegevangenen, hebben wij een ketel clandestine drank gestookt. Die hebben we op een veilige donkere plek gezet, zodat ze kon rijpen in haar volle boeket.
Ja, ja. Echt gedacht, geweldig, Faber. Je bent onovertreffelijk. Nou, het was een beetje mijn ketel, hoor. Het was zijn ketel, inderdaad. En die drank wil je nou met ons samen delen als nieuwjaarspresentje? Delen is een beetje groot, hoor. Verkopen. Jullie krijgen een gratis slokje van ons. En daarna kunnen jullie een bestelling plaatsen bij de heer Rozenboom. Als u zo vriendelijk wil zijn. We hebben twee soorten in de aanbieding. We hebben een appellation controlé, in de witte fles. En we hebben een appellation niet zo goed controlé in de blauwe fles. Die is natuurlijk goed. Jongens, al, en de bak. Zoals ik dus al zei, in de bouwfles hebben wij een soort vimte tafel, maar met een toosje erbij. Oké, Wiep, ik zou zeggen, maar we beginnen met de specialiteit van het huis. Alsjeblieft, dank je vriendelijk. Nee, ik drink niet. Gaat uw gang. Een beetje kalm aandrinken, een beetje voorzichtig nippen. Dit als een soort cognac naar binnen werken, hè? Bedachtzaam. Als een soort fijne cognac, niet te ruw kantelen. Oké, voorzichtig. Ja. Deze kerk gaat er goed in. Heb je die fles wel omgespoeld? Weet jij zeker dat dat niet giftig is? Alsjeblieft, rustig. Natuurlijk weten we dat niet. Maar je darmpapier in de buik. Dat is gemeen spul, hoor. Alsjeblieft, nou, we gaan nu naar de tweede soort. Niet te vlug, anders verlies je bouquet en de smaak. En waarschijnlijk de slokdarm. Ik ruik spierbalsem. Een mespuntje. Wil je het hele geval eens dood hebben? Luister nou, heren. Ingrediënten zijn hier moeilijk aan te komen. Aardappelschillig, prima. Kon ik aankomen. Sinaasappelenpitten, ook geen punt. Maar je gebruikt er toch nooit bleekwater? Geintje van meneer Roos. Nou, god. Nee, alsjeblieft, er is geen bleekwater aan te pas gekomen. Alsjeblieft, drink door, alsjeblieft op. Geen bleekwater. Weet je dat zeker? Ik weet het zeker. Geen bleekwater. Nee, het is antivries. Binnen. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. De Reuver, mevrouw. Jij bent hier nog niet zo lang, hè, de Reuver? In deze gevangenis ben ik bijna 10 jaar. Maar hier ben ik voor het eerst. Van meneer Michels mag ik voortaan uw eten brengen, omdat ik binnenkort vrijkom. Mooi zo. Dan hoop ik maar dat je nooit meer zult doen wat je gedaan hebt voordat je hier kwam. Dat kan niet, mevrouw. Niet nu mijn vrouw is overleden. Ach, dat spijt me. Wanneer is dat gebeurd? Een paar weken voordat ik naar de gevangenis ging. Oh, wat zielig nou. Hoe is ze gestorven? Ik heb haar vermoord. Rust. Dan hoop ik maar dat je dat nooit meer zult doen. Nee, mevrouw. Dag, mevrouw. Binnen. Goedemorgen, mevrouw. De burger, kom. Deur dicht, Michels. Mevrouw. Die nieuwe gevangene die dit gebracht heeft. Ja. Hoe heet die? De Reuver. Ja, u heeft toch geen klachten, mevrouw? Die man is een moordenaar. Oh, dat, ja, dat klopt. Maar dat was in een vlaag van verstandsverbijstering. Een crime passionnel, zoals de Fransen zeggen. Maar maakt u zich geen zorgen, mevrouw. Dat zijn altijd modelgevangenen. Ze maken nooit problemen, zitten hun tijd uit, volledige strafvermindering. Volgens de laatste cijfers is 75%... Ik ben niet geïnteresseerd in cijfers, Michels. Ik wens gewoon niet dat mijn lunch geserveerd wordt door iemand die zijn vrouw heeft vermoord. Ja, natuurlijk, mevrouw. Ik zal hem meteen vervangen. Wakker, wat zit daarin? Dat zijn krenten, mevrouw. Echt lekker. Ter zake. Ik moet zeggen, meneer Michels, dat ik deze periode van het jaar altijd heel erg moeilijk vind. Tja, mevrouw, de versoepeling van de regels brengt natuurlijk allerlei vormen van misbruik met zich mee. De familie mag cadeaus sturen. Er zit dus altijd wel een cake tussen vol met hasjes. En wat gaan wij daaraan doen, meneer Michels? Ik heb de zaak volledig in de hand. Ik heb ten Bruggekaat de opdracht gegeven om alle voedselpakketten voor te proeven. En heeft hij iets gevonden? Hij is nog te stoned om verslag uit te brengen, mevrouw. Wat doen we aan drankmisbruik?
Ja, mevrouw, dat blijft een probleem. Het zijn meesters in het verbergen van hun illegale voorraad. Weet u nog die keer dat ze jenever hadden verstopt in het brandblusapparaat? Wat wij pas bemerkten toen er brand uitbrak in het leslokaal. Het was een brandje van niks, tot we gingen blussen. Verschrikkelijk. Je weet, Michels, dat ik een overtuigd tegenstander ben van drankmisbruik, zowel binnen als buiten de gevangenis. Ja, mevrouw. Dus ik hoop maar dat we dit nieuwe jaar kunnen ingaan zonder incidenten en kots op de gang. Die zaak heb ik volledig in de hand. Ik heb extra bewaarders ingezet. En dat scheelt een slok op een borrel. Dat scheelt veel, heel veel. Goed, dank je, Michels. Je kunt gaan. Ja, mevrouw. Oh, maar denk je wel eventjes aan die... De reuver. Ja, mevrouw. Trouwens, hoe heeft hij zijn vrouw vermoord? Met vergif, mevrouw. Hé, hey. Volgens mij hebben we inbrekers. Wat is hier aan de hand? Jij bent niet de enige, Faber. Wij doorzoeken de hele afdeling. Hé, hey, dat is mijn kussen. Daar ben ik een kwartier mee bezig geweest om dat zo op te schudden, hoor. Ik heb toevallig nou een hele gevoelige nek. Dit is een regelrechte inbreuk op onze privacy. Zegt u nou maar wat u zoekt, dan geef ik het u wel. Drank? Drank? U weet toch dat ik geheel onthouwer ben? Jij? Geheel onthouwer, Faber? Gedeeltelijk geheel. Ik heb gedeeltelijk onthouden dat drank slecht voor je is, maar ik ben geheel vergeten waarom. Ja, lach maar. Maar ik weet wat drank in een huis zou overhoop kan halen. Ja, zo zit hij, bedoelt u zeker. Ja, hier. Hé, hey, doe je dat thuis ook? Ja, we kunnen alleen maar in de gevangenis geen illegale drank tolereren. Ja, zo gaat het al de hele week. Gisteren in de werkplaats zitten waren we bezig met van die knuffelbeesten te maken voor de kindertjes in het ziekenhuis in Delfzijl. Toen zag ik meneer de Breukkater met mijn eigen ogen een pandabeertje openrukken. Ja, dacht toen ik het leuk vond. Ik voelde me heel belabberd toen ik die voedselpakketten moest voorproeven. Oh ja? Ja. Maar die haascake, die vond u toch lekker? Mm. Oh ja, weet je hoe ze u gevonden hebben? Met uw blote voeten in een plantenbak met dames zonder voeten aan. En u stond een zingelplaat op zand en u roept, pluk mij, pluk mij. Het van de kamp, ik stel voor dat wij hier klaar zijn. Pluk me! Het is schandelijk. Alsjeblieft, hier de hele rots over. Dit is het einde die een keer een excuus maakt. Je hebt gelijk, het is zwaar. Zwaar is dat tegen onze principes in. Maar ze hebben niks gevonden. Dat we het te goed verborgen hadden. We pakken ze een mok. Zeker, meneer. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Wat zal het zijn? Hetzelfde. Hetzelfde als wat, meneer? Hetzelfde als wat u in huis heeft. Ja, de laars of smol, meneer? Laars maar. Mm. Ja. Nou, dat gaat lekker, hè? Alsjeblieft, meneer. Dank u, denk ik dat ook, hè? Graag, meneer. Dank u wel, meneer. Proost. Proost, meneer. Gevangenen, 10 pounds. Bewaarders, 0 pounds. Dat! Nu zonder leuk. Links, rechts, links, rechts. En voor je kijken. Links, rechts. Hoop. Goedemiddag, juffrouw Hoenkamp. De Bruggekater. Goedemiddag, meneer Michels. Juffrouw Hoenkamp, u zit er weer heel... Kom dicht, vader. Appetit. Ten Bruggekater, is de directrice binnen? Nee, ik zit op te wachten. Ze is ingestort. Waar is ze ingestort? Ja, ze voelt zich niet lekker. Eigenlijk sinds die oliebollen. Hé, die heb ik gemaakt, hoor. Er is niks mis met die oliebollen. Ze heeft van die ratatouille ook. Je bedoelt ratatouille, vader. Ik weet niet wat er is, dat meneer Michels. Maar de hele afdeling, de hele week lopen te ratatouille. Attentie. Kom op, gezondheid. Mevrouw. Michels. Mevrouw, ik hoor dat u zich niet lekker voelt. Dat spijt me. Ik voel me helemaal niet lekker, meneer Michels. Zegt die nieuwe gevangene, die dreuver. Ja. Die werkt toch niet toevallig ook in de keuken, hè? Nee, mevrouw. Ik dacht dat hij misschien die oliebollen had gebakken. Maar ik zal nog wel wat van het vreselijke meel nemen, Marie-Louise. Ik heb nu even tijd voor je, ten Bruggekater. Maar ik waarschuw je, het zal heel kort duren. Ja, heb jij nou je zin? Ja. Heel erg gezien wat je gedaan hebt met onze directrice. Hier, hoe moet het meisje het nieuwe jaar ingaan? Nee, zoals jullie het nieuwe jaar ingaan. Dat is leuk, vader. U vindt het toch leuk, meneer Michels? Het is je eigen schuld, vader. Je weet welke straf er staat op het illegaal stoken van drank. Het was geen drank.
Loonkoek. Dit was geen loonkoek ook. Er zat geen koek in. En er zat zeker geen... Dat zat er ook niet. Dat weet ik zeker. Kijk, het was een geneeskrachtige siroop. Dat zeg ik omdat ik had een paar wijnballen gespaard. Een stuk of 400. Die had ik onder de pers gelegd in het handenarbeidlokaal. Ik had... Ik dacht aan onze directeur. Nou, dan komt daar een zachte, geneeskrachtige siroop uit. En dat gebruiken ze tegen kwaaltjes. Dat vroeg oude kwaal. Ja, zou je eigenlijk aan de directrice kunnen geven dan? De directrice is al ziek genoeg. Ja, dat is waar. Ah, de nummer, de verschil. Houd daarmee op. Houd daarmee op. Ik val altijd al op oudere vrouwen. Hoe is dat? Toen ik een jaar of 14 was, wou ik verleid worden door mijn tante Sandra. Een hele sensuele vrouw. Oeh, die werkte in een herenmodezaak in Arnhem. En ze rook naar dat geurtje, hoe heet het ook alweer? Parijse nachten. Oh. Parijse nachten? Dus ze stonk naar viskoppen en mijn schimmelvrouw. Wat? Nou, dat ze me verleidde. Ik logeerde bij haar. En op een gegeven ogenblik, de radio stond aan. En op een gegeven ogenblik zei ze, Wiebertje. Want zo noemden ze me dus, hè, Wiebertje. Wiebertje. Wordt het niet eens tijd dat iemand jou de cha-cha-cha leert? Nou ja, ik was toen pas 14, maar ik dacht, de cha-cha-cha, midden op de dag. Kom maar op. Zou je daar wel mee doorgaan, met dat verhaal? Ik bedoel, waar meneer Michels bij is? Je weet toch hoe die West-Friezen zijn? Die mogen één keer in het jaar mogen ze hompje leunen. Als de Zuidgebieden binnen binnen. Geïnteresseerd in de puberale herinneringen van Rozenbom. Ik wel. Wat gebeurde toen? Nou, niks eigenlijk. Ze drukte me heel stevig tegen zich aan. En we hebben een uur lang door de kamer gedanst met het orkest van Charlie Nederpelt. Maar... Nou, dat moet een behoorlijke lauw van een kamer geweest zijn. Hè? Huh? Maar er gebeurde niks. Er gebeurde niks? Nee. Maar weet je wat er is? Je hebt wel verhalen, jij. En ze gaan ergens heen. Maar je weet nooit waar jouw verhalen terechtkomen. Jij bent kampioen anticlimax. Ja, maar de cha-cha-cha doe je mij niet nou, hoor. Die heb ik nou wel geleerd. Binnen! Binnen! Vader. Hey. Hey. Hallo. Breng jij tegenwoordig de koffie binnen, Erwin? Ja, ik val in Verdreuver. Dat heeft meneer Michels geregeld. Als een gevangene zich keurig aan de regels houdt, zoals jij, Ukkels, kan ik heel goed aardig zijn. Nou, zal ik straks dan maar even terugkomen? Nee, natuurlijk niet, Ukkels. Doe niet zo achterlijk. Breng die koffie naar binnen. Kom op. Hup, 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 hup. Kijk eens goed voor u, mevrouw. Dat stopt. Uw koffie, mevrouw. Oh, dank je. Ukkels, ik val in Verdreuver. Je begrijpt dat deze baan niet is weggelegd voor iedereen zomaar, nee, hè, Ukkels? Dat weet ik. Daarom heb ik de laatste maanden zo goed gewerkt om deze baan te krijgen. Dan kan ik eindelijk mijn plan eruit voorbrengen. Het spijt me. Dat plan zal dan even moeten wachten. Oh, mevrouw, kunt u dit even tekenen? Nee. Dat is ook niet veel, een velletje. Zo'n velletje dat ze daar maar genoeg aan hebt. Waar is ze heen? Oh, ik geloof ze een beetje last heeft van haar maag. Ja, maar ze is onderdeel van mijn plan. Ja, wat was je nou van plan? Nou ja, het kan ook met hem bewaren. Dat maakt eigenlijk ook niet zoveel uit. Ja, maar wat ben je nou van plan? Ik wil hier weg. Nou, zet die koffie dan maar neer. Nee, ik wil hier weg, uit de gevangenis. Jullie laten me toch niet gaan voordat mijn straf om is. Ik moet iemand gijzelen. U. Ukkels, dit is een pistool en die is geladen. Leg neer dat ding. Waarom zou ik? Dan pak jij hem. Nou, weet nou wel wat je doet, hè? Denk nou eens goed na. Ik heb heel goed nagedacht. En ik ga nou vertellen wat jij doet. Jij doet die gordijnen dicht en jij regelt een helikopter. Nou, kom op. Meneer Michels, mevrouw de directeur heeft kennelijk te veel aan haar hoofd. We komen terug in het nieuwe jaar, ergens in april. Sta blijven vallen. Ik heb geen haast. Ik heb lang op deze dag gewacht en die laat ik me niet door mijn neus boren. Dan gaan we even zitten. Staan blijven varen. Ik vind het niet erg om te wachten, hoor. Ik heb heel wat over voor één blik op juffrouw Roenkamp. De indrukwekkende... Roezebom! Typsnelheid. Mijn excuses voor deze twee heren. Geeft niks, hoor. Als je de gevangenis werkt, dan leer je daar wel doorheen kijken. Ja, dat zou ik ook wel willen. Juffrouw Roenkamp, zou u de dichtstbijzijnde marinebasis willen bellen? Waar is dat? Ik geloof in Den Helder. En belt u anders de kustwacht. Ik ben op zoek naar een helikopter. Is dat dan laatst Sinterklaas cadeautje of is het iemand jarig? Wat? Dat u een hoop papier nodig hebt om dat in te pakken. Stil, vader. Zijn er problemen met de bruggenkater? Ik heb iets in mijn nek. Wat? Ik heb een pistool.
tegen mijn hoofd. Ik word onder schot gehouden door... Eukels! Jij wordt wat? Ja, nou, lieg niet hoor. Kijk maar. Niet gaan gillen, draai dat nummer nou maar. Zeg, Erwin, je bent toch niet meer sokken geworden, hè? Hou je er buiten? Oké, ik ben al weg. Zo is het genoeg, Eukels. Geef mij dat pistool maar. Eén verkeerde beweging en de bruggenkater lekt. Ik zei, geef hier dat pistool. Ga weg, Michels. Dit is niet het moment om stoer te doen. Ik laat me niet intimideren door dat soort tuig. Jij hebt makkelijk praten en ik heb een pistool tegen mijn hoofd. Ik heb twee gijzelaars, ten bruggenkaarten en zij daar. Ga dat maar aan die directrice vertellen. Vooruit, ga naar weg, doe wat hij zegt. Goed, dan ga ik. Marie-Louise, vooral niet laten merken dat je bang bent. En jij ook, ten bruggenkaarten, niet laten merken dat je bang bent. Meneer Michels, ja? Mogen wij laten merken dat we bang zijn? Nee, zij blijven. Ik heb ze nodig. En nou opgerot, Michels. Ik heb hier het nummer van de kustwacht in Delfzijl. Ja, bel dat dan. Jij hebt ons niet meer nodig. Het is oude jaar. Wij gaan naar onze cel terug. Tot kijk, hè? Nee, jullie blijven. Ja? Doe jij die deur op slot, Rozenboom. En nou schuiven jullie met z'n tweeën die archiefkast ervoor. Oké. Kalm, hè? Alsjeblieft, rustig, hè? Okay. Ik heb iemand aan de lijn, meneer ten Bruggenkater. Mag ik het even overnemen, die kaart? Ja, ga maar. Was het alles? Had je ons daarvoor nodig om die kast te verschuiven? Ja. Nou, mooi, dan kunnen wij dus weer gaan. Oké, zet de kast maar gaan weer terug. Jullie denken toch niet dat ik uit de poppenkast gevallen ben of zo, hè? Nee, ik denk alleen maar dat je getroubleerd bent, Erwin. Oh, nee. Ik weet heel goed wat ik doe. En nou geef je mij die sleutel. Kom! En nou zitten en wachten. Ik heb een afspraak met de tandarts om 16:30. Dan zeg je die maar af. Anders krijg je er nog een gaatje bij. Ja, u spreekt nu door Waren ten Bruggenkater van de gevangenis op het eiland. Ja, ik had gevraagd naar iemand die over de helikopters gaat. Ja, dat is heel belangrijk. Ja, dan wacht ik wel. Dag, G4. Ja, hallo. Dit is Eukels. Ik ben een gevangene en ik heb twee mensen gegijzeld. Ik heb een pistool en ik aarzel niet die te gebruiken. Het kan me niet schelen wie u bent. Ik wil over een uur een helikopter op de binnenplaats van deze gevangenis. En ik wil 70.000 gulden in gebruikte bankbiljetten. En anders, dan sta ik niet voor mezelf in. Kijk, zo pak je die lui aan. En als ze nou terugbellen en ze gaan weer tijd rekken, dan zeg je maar dat er iemand een pistool op je tere delen gericht houdt. Zal dat doen? Gaat het nog? Nee. Pardon? Met alle spanning en zo. Oh, ja hoor. Ja. Ik probeer mezelf een beetje aan het werk te houden. Ja. Doe allerlei klusjes die ik normaal uitstel. Ja, je moet bezig blijven, hè? Anders draai je gegarandeerd door. U toch niet, mevrouw Hoenkamp? Mag ik Marie-Louise zeggen? Oh, ja hoor. Ik vind dat je het echt heel erg goed doet, Marie-Louise. Echt, we zitten midden in een crisis en jij blijft gewoon hartstikke kalm. Je bent een stuk schokbeton. Wat aardig van je. Ik heb je altijd bewonderd. Van de afstand dan. Oh ja? Waarom? Nou, je lijkt op mijn tante Sandra. Binnen! We zijn even. Hey. Ho. Wacht eens even. Wie is daar? Ho. Wacht eens even. Wie is daar? Michels! Met de koffie waar jullie om vroegen! Michels! Met de koffie waar jullie om vroegen! Oké, laat maar binnen. Maar kijk uit. Nou, laat maar binnen, maar kijk uit. Alsjeblieft. Vader. Ja, meneer. Vader, alles goed hier binnen? Ja, alles. Heel goed, Michels. De sodemiet er maar gauw op. Dat dit moet gebeuren in mijn gevangenis en uitgerekend op oud en nieuw. Wat nou, uw gevangenis? U zit aan de veilige kant, u zit achter het gordijn. Wij zitten hier midden in de nachtmerrie. Hier, koffie zonder oliebollen. Ja, zo is het genoeg, Faber. Doe nou die deur maar dicht en schuif die kast er weer voor. Oké, doe die deur maar dicht en schuif die kast er voor. Even een kleine vraagje, meneer Michels. Ja. Wat dan? Ik heb in mijn wasbak een soppie staan met twee sokken erin. Zou u die even uit willen wringen? Hij doet het niet. Alsjeblieft. Eukels. Ja, lekker.
De heren, nemen jullie zelf melk en suiker? Nou. Nou, ik moet zeggen, dat bevalt me wel. Eerste keer dat ik koffie van een etterbak krijg. En in de kamer van de directrice. Ja. Mogen we er misschien bij gaan zitten, als u het goed vindt? Ja, natuurlijk. Als meneer Ukkels het goed vindt. Ga je gang. Nou, bedankt. En proost, hè. Hey, Erwin. Op je toekomst. En waar wou je naartoe, Erwin? Ergens heel ver weg. Waar ze geen reet kunnen schelen wie je bent, zolang je maar betaalt. En waar ze een oogje dichtknijpen als je maar genoeg poen hebt. Waar ze daar? Nee, ik zat te denken aan Zuid-Amerika of Mexico. Mexico? Oh, is een grappig land. Gezellig. En alle honden lopen de bank. Oh ja? Dat wist ik niet. Oh, is algemeen bekend. Kom van het eten. Oh ja. Van het eten? Ja. Kijk, die baas, elke Mexicaan heeft een hond. Of in de arm is of rijk, ze hebben een hond. Nou, die baas komt beneden, ziet zo'n bijstaan, vol vliegen, krijgt meteen de pest in. Geef die hond meteen de trap. Oh ja. Alle honden, allemaal bank. Echt wat? Ja. Ja, ja. Mexico, dat heeft me altijd wel getrokken. Ja. Ja. Nou kijk, zo grappig is het nou ook weer niet, hoor. Het is altijd droog. Geen water te krijgen, ze gillen op water. Water! Geen water, geen bronnen worden aangeboord. En het staat er vol met afbrokkelende ruïnes die op instorten staan. En die Mexicanen die hebben allemaal zijn zagrijnen. Wat een schrijnen. Oh, ik heb zelden zulke zagen. Ze hebben van die grote sombrero, moet de hele dag dragen. Voor de toeristen, speciaal voor de toeristen. Ja, jongen. En ze drinken de hele dag takieën. Takieën. Dan word je depressief, man. Ga gewoon maar lekker Hollandse bak. Nou, bedankt, Faber. Ik ga wel ergens anders heen. Jij gaat helemaal nergens heen. Huh? Wij hebben een geheel uitgewerkt rampenplan voor dit soort noodsituaties. Maak je zich niet ongerust voor Hoenkamp. Wij gaan niet naar Mexico. Wij blijven gezellig hier. Wat bedoel je? Zeg op. Waarom dacht jij dat ik zo beleefd was? Waarom ik zelf de kopjes ronddeelde? Omdat er in één van de kopjes een snel werkend slaapmiddel zit. Dus binnen een paar tellen, Erwin. Binnen een paar tellen ben jij vertrokken naar Dromenland. Heb je wel iets gehoord? Nee, nog niet, mevrouw, maar we hebben de zaak volledig onder controle. De gevangenis is rustig en iedereen is in de cel. Kopje thee, mevrouw. Oliebolletje erbij. Oh nee, natuurlijk. Dus de rest van de gevangenen heeft geen idee wat er aan de hand is? Ze hebben natuurlijk wel een vermoeden, mevrouw. Ze denken waarschijnlijk dat er één over de muur is. Dit moet absoluut geheim blijven. Ja, mevrouw. Dat spul moet nu toch langzamerhand werken. Er zit genoeg in om een rhinoceros te vloeren. Ik kan het nog steeds niet geloven dat het nou juist hier moet gebeuren. Hoe komt hij bijvoorbeeld aan dat pistool? Dat heeft hij waarschijnlijk zelf gemaakt, mevrouw. Tijdens de handenarbeidscursus stond hij altijd achter de draaibank. Ja, dan weet u nu waarom. Neemt u niet graag. Hier, Michels. Ja, Ten Brugge Kater, zeg het maar. Ja, ik begrijp het, Erwin. Ja, meneer Ukkels. Ik zal het onthouden, meneer Ukkels. Wat is er gebeurd? Ik moet u namens Ukkels bedanken voor de koffie, mevrouw. Hij is weer klaar wakker. En Faber snurkt als een rhinoceros. Telefoon. Voor mij? Nee, het spijt me. Het is uw vrouw, meneer Ten Brugge Kater. O jee, hoe klinkt ze? Net als altijd. O jee. Mag ik? Ga je gang. Verbind maar door. Dag, schat. Nee, dat ben ik niet vergeten. Maar ik ben bang dat ik vanavond een beetje later thuis ben. Ja, luister nog even, Gerda. Dan zal ik het je uitleggen, Gerda. Nee, ja, ik weet dat ik deze hele week al 3 keer heb overgewerkt. Maar op het ogenblik worden wij gegijzeld. Ja, er houdt iemand een pistool tegen mijn hoofd. Luister nog even, Gerda. Nee, dat ben ik niet vergeten. Dat het oudejaar is en dat we vanavond naar de buren moeten om gelukkig hier te wensen. Ja, het is heel vervelend voor jou en heel onattent voor mij, maar ik ben bang dat ik vanavond misschien met een helikopter naar het buitenland moet.
Laat me even uitleggen, Gerda. We worden gegijzeld. Juffrouw Hoenkamp, ja, twee gevangenen. En ik... Hoe bedoel je? Wat doet die vrouw erbij? Ja, daar kan zij toch niks aan doen? Ja, ja, zij moet ook mee met de helikopter. Ja, waarom zou ik dat leuk vinden? Maar ga nu zo raar tegen mij, Gerda. Ja, nou, je luistert helemaal niet naar je. Nou, maar ik bel je vanavond nog wel op. En als ik niet bel, kijk dan maar naar het laatste journaal. Zeg, Prulmans. Denkt jouw vrouw echt dat je wat hebt met Hoenkamp? Waar haalt dat mensen het vandaan? Van een smakeloze gedachte. Mijn eigen vrouw verdenkt mij van overspel. Hoe is het mogelijk? Maar als jouw vrouw jou toch verdenkt, waarom doe je het dan niet gewoon? Ga je gang, doe de deur dicht. Wij luisteren niet. Hé. Gnijf. Kijk nou eens even, die vier. Met een drie wielen. Ga dus. Waar ben ik? In de kamer van de directrice, weet je nog wel? Niks met te maken, mevrouw. De directrice, ik heb niks voor. Hij heeft niets gedronken, ik heb ook niets. Mijn nieuwe geschrept, geen enkel bewijs. Ja, we drinken wel. Nee, alleen een rumboon. Dat is alles. De directrice is er niet. Kijk maar, hij is er. Hey, Ukkels, kop met Pukkels. Waar zit jij voor? Wat heb je? Oh, weet je dat niet meer? Ik gijs op de bruggenkamer. Hoe kan ik in slaap gevallen zijn tijdens een gijzeling? Er zat een slaapmiddel in je koffie. Slaapmiddel? Ja, dat was eigenlijk bedoeld voor Erwin, maar de bruggenkaart heeft het verprutst. Waarom voel ik me zo raar? Ja, dat kan heel gevaarlijk zijn door al die pillen bovenop alcohol. Ik voel me zo soezer. Ja, gewoon. Jongens, we zijn op het nieuws! We zijn op het nieuws! Het woord voor de Nederlandse zaak wil nog geen commentaar geven. Hoewel de situatie ter plaatse nog onduidelijk is, schijnen de secretaresse van de directie en een bewaarder gegijzigd te worden door drie wanhopige gevangenen. Drie? Ze eisen een vrije aftocht en een hoog bedrag aan losgeld. In Brussel is de vaste. Wat, de drie wanhopige gevangenen, hoe komen ze erbij? Ze zeiden toch dat de situatie ter plekke onduidelijk was. Nou, komt straks maken ze onze namen nog bekend. Wat zal mijn moeder dan niet denken? Wat zal mijn vrouw dan niet denken? Oh, hopelijk heeft ze meer begrip dan mijn vrouw. Hé, hey jongens, hou eens even op met het achterlijke familiegezeik. Wat denk je van mij? Hier, het is op de radio geweest, iedereen weet het nu. Wat doe ik hier verdomme nog eigenlijk? Waar blijft die helikopter? Nou, ik wil niet pessimistisch doen, maar ik betwijfel het, hoor. Dat zie je, maar volgens mij komen ze niet. Ze laten je buiten. Hoe bedoel je? Nou, kijk, denk je nou werkelijk dat ze door de knieën gaan? Heel Nederland zit te kijken. Alleen omdat er iemand met een pistool staat te zwaaien. Dan geef je jouw huis geen enkeltje naar de zon. Kom nou. Denk je dat ik gek ben? Nou, nee. Kijk, dat weet jij. Dat weet ik. Maar als zij het weten. Kijk, ik bedoel het niet persoonlijk. 70.000 gulden is een hele hoop geld, hoor, Erwin. Nou, ik vind het niet overdreven veel voor een gevangenisbewaarder met 23 jaar trouwendienst. Denk jij dat ze hun poot stijf houden? Ja, precies. En daar kan je helemaal niks aan doen. Oh, nee? Nee. Kan ik één ding aan doen? Wat dan? Jouw waarschuwingsschot tussen je ogen geven. Nee, doe dat nou niet. Doe dat niet. Nee, heel Nederland zit te kijken. Dan ben je een enkele sympathie van het hele Nederlandse volk kwijt. Nou, kan je niet doen. Ja, luister naar Faber. Die weet het echt heel goed. Natuurlijk, ik ben een man met ervaring. Ik heb dat al een keertje meegemaakt. Oh ja? Ik heb dat meegemaakt. Verschrikkelijk met een sikkema. Een jonge kerel, sikkema. Maar met vriendschap vandaan. Nou, verschrikkelijk was dat. Was een hele jonge kerel. En die had een vertrouwenspositie opgekweekt. En die mocht het huis van de directeur schilderen. Meneer De Wijn. En toen op een gegeven moment heb je zich verschanst in dat huis. Met mevrouw De Wijn. Die kende toen wel. Mevrouw De Wijn? Ja, mevrouw De Wijn. Ja. Mevrouw De Wijn, ze was getrouwd met de directeur, die heette De Wijn. Als je getrouwd bent met een directeur die De Wijn heet, dan ben je mevrouw De Wijn. Zal ik even wel even opschrijven? Ja, en van de eigenheid is natuurlijk water, dus het was water bij De Wijn. Wat bedoel? Was dat grapjes? Wil jij het vertellen? Nee, vertel jij het maar. Nee, want ik ben nou van mijn apropos. Oh, sorry hoor. Ik ben helemaal uit mijn apropos. Ik weet het niet meer. Ik zou het niet meer kunnen vertellen. Ja, vertel. Maar dus het hele huis was omsingeld. Allemaal politieagenten. Was allemaal te zien. De dinges was erbij. De televisie. Film. Polygoon was erbij. Alles stond eromheen. De psychiater heb op het meer gebracht. De dokter. De gevangenisdokter. De dominee. En de directeur van de gevangenis. Ook allemaal gepraat. Dan gaf geen jongen. Zeker maar. Hield zijn poot stijf. Tenminste, zijn poot er. En die mevrouw. Nee, helemaal niet. Die gaf helemaal geen zoeken. Hey. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen?
Nou, dat was verschrikkelijk. Na 4 dagen heb je Lietsen vrij. Hè, dus je bedoelt dat zij hem gevangen hield. Maar waarom dan? Wat? Ik weet het naadje van de koude, ik heb er niet tussen gelegen. Ik denk dat ze er geen genoeg van kon krijgen. Kan ik het een beetje redden, juffrouw Hoenkamp? Wat gebeurt daar toch allemaal? Nou, we hebben net een kleine overwinning behaald. Hij heeft het ultimatum uitgesteld tot 12 uur. Oh, mooi. Kunnen we elkaar nog net allemaal gelukkig nieuwjaar wensen? Dan worden we allemaal doodgeschoten. Of misschien nog wel erger. Nou, als u zo blijft doorvuilen, zeker. Is dit de dossierkast? Ja. Zit daar het, denkt u dat u dat, het dossier van Erwin hierin kunt vinden? Waarom? Misschien hebben we het dan. Ja, misschien heeft hij een rotjeugd gehad of zoiets. Of misschien heeft hij last van nieuwjaarsdepressies. Moeten we om 12 uur op gaan letten. Hé, hey, ik word die knettergek van. Wanneer gebeurt er nou eens eindelijk wat? Kom maar! Ik wacht op bericht van de directrice. Nou, ik wacht niet zo lang meer. Daar zou ik maar rekening mee houden. Kalm aan, alsjeblieft. Je bent veel te gespannen, Erwin. Ik moet hier weg, Faber. Ik kan hier niet meer tegen. Ja, zo voel ik me nou ook. Ja, jij zit hier pas een halve dag opgesloten. Ik zit mijn halve leven opgesloten. Erwin, binnenkort krijg jij strafvermindering. En dan word je vervroegd vrijgelaten. Hou nou toch op met het slappe gelul. Ik krijg nooit strafvermindering. Ik zit mijn hele leven al vast. Ik moet hier weg! Maar waarom op deze manier, Erwin? Als het nog langer duurt, dan ga ik zelfmoord plegen. Ach, je doet dat, dit doe je niet. Jij maakt er geen eind aan zelf. Dat doe je niet, ik ken je. Oh nee, dat heb ik al eens geprobeerd. Oh ja, hoe is dit afgelopen dan? Ja, niet goed. Ik zit hier toch? Ja. Bij mij gaat altijd alles mis. Ik wou een keer een blik ertessoep jatten in een supermarkt. En ineens dacht ik, is dat nou de zin van het leven? Ertessoep jatten in blik? En toen wou je er toen een eind te maken in de supermarkt. Ja. Een gekke plek. Ik heb mijn kop vooruitgestoken en ik ben dwars door zo'n dikke glazen deur heen gerend. Maar wat ging er dan mis? Ze waren automatisch. Ja, en toen buiten, toen botste ik tegen een agent aan. En die heeft me meteen gearresteerd voor het jatten van soep in blik. Ze zijn er altijd als je ze niet nodig hebt. Dat is het vervelende. Weet je niet, jij hebt nooit mazzel. Je bent iemand die je altijd tegenslag heeft. Neem dan bijvoorbeeld vandaag. Vandaag is het... Je hebt je pech met die deur. Die glazen deur, die automaat. Je hebt pech. Je bereidt je maanden voor om onze mevrouw de directeur te kidnappen. En uitgerekend vandaag krijgen ze de racekak. Hé, vader, moet je komen. Vader, kom eens hier. Sorry. Hé, moet je eens even kijken. Hier. Alsjeblieft, ik ben blij zijn dat ik nog leef. Afgelopen jaar heeft hij 4 keer om psychiatrische hulp gevraagd, Erwin. En nergens gekregen. Moet je kijken. Het is... Nou ja, ze hebben hem gewoon eens... Hier, hij smeekt erom. Oh, hij smeekt erom om hulp. En ze hebben hem geweigerd. Nou, de dames en heren gaan een hele mooie pijp roken. Als dat uitlegt. Kom op, we moeten met hem praten. Oh, maar jullie zijn op. Ja. Gaat u zitten, Jeroen. Erwin... Wiebe en ik die komen even met je praten, van man tot man, tot man. Nee, Faber, daar begin ik niet aan. Kom op, Erwin, wij doen je toch niks? Nee. En als we wel wat doen, nou, dan schiet je gewoon. Dat schiet... Nou, kom zo. Nou, vooruit dan. Meneer Ten Brugge-Kater, dit moet u maar eens lezen. Zal u wel interesseren, dan snapt u misschien waarom u hier zit. Nee, ik wil het niet snappen, Erwin. Maar misschien even mijn vrouw Gerda opbellen. Ja, ga maar. Dank u wel. Erwin, kom even zitten. Hier. We moeten eens even kalm met elkaar praten. Luister, Erwin. Jij vertrouwt mij toch, hè? Misschien. Luister, neem nou van mij aan, het lukt je niet. Het moet lukken. Ik kan niet meer terug. Je hebt geen schijn van kans. Ze hebben alle troeven in handen. Hoe je het ook speelt. Dacht jij, het ergste is dat ze je laten gaan. Dacht jij dat je in die helikopter terecht kwam? Maar kom dat toch, ze hebben scherpschutters, die zitten op het dak. Die schieten de wenkbrauwen van een vliegweg op 500 meter afstand. Veronderstel dat je in Mexico terecht komt.
Je komt daar, in Mexico. Dan kom je in Acapulco. Je loopt een hotel binnen en je zegt, señores, excusas, hier zijn Hugo's. Hugo's de Hollande. En die Prasoliato. En hier, een kamer, appartement voor signore ten Brugge Katen. De jongen, kom nog een, je komt er nog een. Kijk, hier, Wiebe en ik hadden jou een lange klap voor je haagsters kunnen geven. We hebben het niet gedaan, weet je waarom? Nou? Dan had je helemaal geen kans meer gehad. Geloof me nou, jij moet uit jezelf de handdoek in de ring gooien. Je moet je goede wil tonen. Jij zegt zelf, ik geef het op. Nee, Faber, ik kan niet meer terug. Je moet. Je moet. Nee, Faber, ik ga door tot het eind. Erwin, luister goed. Dan zit er voor mij maar één ding op, dan moet ik je pistool afpakken. Wat? Dan moet ik je pistool afpakken. Blijf staan, Faber. Erwin, jij gaat niet op mij schieten, wij kennen elkaar toch goed. Daar zou ik niet te vast op rekenen, Faber. Hou op, Faber. Dat meent hij. Geef dat pistool aan mij, Erwin. Zit me niet te fokken, Faber? Ik fok jou niet. Geef dat pistool aan mij. Oké. Erwin, luister. Je gaat daar naar binnen. En je laat niet aan ten Brugge Kater merken dat wij je geholpen hebben. Je gaat naar binnen en je zegt, meneer ten Brugge Kater, ik heb het zelf gedaan. Ik gooi de handdoek in de ring. Het heeft geen zin. Natuurlijk heeft het zin. Ga nou dan naar binnen. Doe wat ik zeg. Het is een goede raad. En jullie helpen me? Natuurlijk, dat zou jij toch ook doen? Ja, maar als ze horen wat jullie gedaan hebben, dan zijn jullie de held van de dag en dan krijgen jullie gratie. Is dat zo? Wat denk jij? Nee, het is bijna nieuwjaar. Zo is het. We hebben al een heel bijzonder oude jaar achter de rug en je kan niet alles hebben. En als ik nou straks naar buiten kom, gaan ze dan meteen schieten? Ben je nou belazerd? Vuurwerk begint pas om 12 uur. Nou, een beetje gelijk. Ga er naartoe. Godsamme vader, dat heb ik dan nooit gezien. Dat is ongelooflijk wat je daar deed. Met die pistool? Ja. Moet je die minnetjes over? Dat is echt, heb ik nog nooit gezien zoiets. Zelf niet bij Miami Vice. Ja, kijk, bij Miami Vice is het heel iets anders. Kijk, die Don Johnson, die moet altijd zorgen dat zijn haar goed blijft zitten. Had ik gelacht betaald. Ik wist dat het niet geladen was. Oh? Ja. Hij heeft het zelf gemaakt, Erwin. In het handenarbeidlokaal. Hij is er maanden aan bezig geweest. En dat wist je al die tijd? Ja, ik wist dat het een speelgoedpistool was. Nou, dat ziet er wel echt uit, hoor. Je zou het toch niet zeggen. Weet je zeker dat dat nep is? Natuurlijk weet ik dat zeker. Hier zo. Kom erbij staan. Hier heb je een goed overzicht. Ja, ik wou dat ik zelf een grote vuurpijl had, dan schoot ik mezelf over de muur op. Zo heeft Faber vorige nog vergeten, hè? Gelukkig die jaar. Ja, u ook gelukkig die jaar. Heb je nog goede voornemens? Ja, ik heb een heel goed voornemen dat ik nog een gezellige jaartje hier blijf. Waar is Rozenboom? Die moet ik ook nog een gelukkig nieuwjaar wensen. Rozenboom beweert dat de darmklachten van onze directrice niets te maken heeft met zijn oliebollen. En hij is van plan om er vanavond 20 op te eten. 20? Ja. Dat is veel. En waar is hij nou? Ze houden hem boven de pot van het toilet. Hij heeft er al 7.
gaat het met jou? Na die vreselijke nachtmerrie. Alles waar we ons zorgen over maken is eigenlijk om Erwin. Oh, dat hoeft niet hoor. Want de directrice heeft beloofd dat Erwin in therapie gaat bij meneer Hoebe. Ja. Hij wordt niet gestraft, maar geholpen. Ja, wat je helpen ons zegt. De directrice heeft ook gezegd dat ze de aanklacht tegen jou en Rozenboom zal laten vervallen. Wat een aanklacht? Er is geen aanklacht. We hebben niks gedaan. We drinken niet. We hebben geen drank gemaakt. Alsjeblieft, doet u mijn plezier. Laten we daar nou over ophouden, hè, Faber? Alsjeblieft. Nou, ze zal het wel opgelurkt hebben. Samen met meneer Michels. Temperige katten, wil jij soms ook een donderslag aansteken? Nee, dankjewel, meneer Michels. Ach, kom op nou, man, dat hoort er toch bij. Nee. Wees nou eens een kerel. Ik kijk er veel liever naar. U doet dat zo goed. Doet u het nou. Al zou u het alleen maar voor de gevangenen doen, hè? Voor uw image. Ja. Hier, kijk. Pak er op één. Kijk, hier heb je een sigaar. Kijk, en dan steek je met die sigaar onder dat loentje aan. Ja. En daarna gooi je hem weg. Deze keer dan maar, hè? Ja, dan moet je wel uw hand heel houden. We'll be right back.